Ik ben Karel Schelenk, kunsthistoricus, gespecialiseerd in Belgische affichekunst. Met heel veel plezier licht ik 5 bijzondere affiches toe uit deze oogstrelende tentoonstelling. Een van de vroegste affiches in deze tentoonstelling is gemaakt hier in Antwerpen bij meesterdrukker Ratings. De affichekunst in België dateert eigenlijk vanaf 1885. Ze is in Frankrijk ontstaan, nog wat vroeger, een goede 150 jaar geleden, in de 1870er jaren. Die vroegste affiches zijn vooral producentgericht. De producent, de opdrachtgever, wilde daar van alles op zetten. En dan wist de kijker eigenlijk niet waar hij juist moest naar kijken. In dat opzicht is dit affiche van 1894 wel geslaagd. Want de renner zelf die trekt onze aandacht. En de andere elementen, ze zitten er wel op, maar ze concurreren niet met elkaar. Wie heel goed inzoomt, die ziet ook de randen van de lithosteen. Oorspronkelijk is het uit 2 delen gemaakt. En je ziet dat de 2 vellen samengeplakt zijn. En je ziet ook de rondingen, de curven van een van de lithostenen. Ratings was ook commercieel. Hij maakt een affiche lithografisch. Een groot vlak blijft, dat gele vlak blijft leeg in de lithografie. En daarna kon men typografisch daar informatie aan toevoegen. Wat een meesterlijk affiche is dit. Tekst en beeld zijn hier één geworden. Wij worden aangezogen door het beeld met dezelfde vaart, met dezelfde snelheid, met dezelfde overtuigingskracht als die renners ook op ons toe lijken te fietsen. Die belettering die trekt onze aandacht. Die dikbuikige, aanzwellende letterbeelden zijn het bijna. Helemaal schatplichtig aan de Art Nouveau. Wie naar beneden kijkt, ziet rechts Raphaël Lagy. Raphaël Lagy was een schilder. Het feit dat hij zijn naam op de plaat, zeggen we, op de steen eigenlijk, zelf aangeeft, dat maakt het tot een originele lithografie. De drukkerij zien we links staan. De Rijker en Mendel, dat is een van onze top lithografische drukkerijen uit België. En de Rijker en Mendel was overtuigd van de kwaliteit van dit affiche, dat is het ook ter beschikking stelde van collectioneurs. En het stempeltje dat op dat affiche links onderaan gezet is, herinnert ons tot op de dag van vandaag nog altijd dat het een affiche was om verzameld te worden. Wij verbinden de affichekunst vaak met Frankrijk. Het is de plaats waar de affichekunst geboren is, maar ook België heeft heel grote ontwerpers gehad, zoals hier Victor Mignot. De veelheid van elementen is hier helemaal zoek. Hier zijn enkele elementen die onze aandacht meteen trekken. Bij mij is het alleszins die merknaam in grote, rode, felle letters. Laat ons even kijken naar die vrouw. Ze tilt inderdaad die fiets vederlicht naar boven. Dat zegt veel over de lichtheid van het product. En ze tilt die bijna naar boven als was ze een godin die dat offert aan weet ik wie. En dan heel mooi die belettering die de aandacht trok in 2 golvende lijnen over het affiche heen onze aandacht mee naar boven trekt. Wel, die is Victor Mignot is erin geslaagd om die hele boodschap in 1 coherent beeld te vatten. Alfons Mucha, de Tsjechische kunstenaar, die bijzonder veel affiches in Parijs heeft gerealiseerd, die hoef je geen affiche te leren tekenen. Je herkent zijn persoonlijke stijl niet alleen aan de haartooi van deze vrouw, je herkent het ook aan de heel verfijnde integratie van de merknaam. Maar het bijzondere van Alfons Mucha zit in het feit dat hij dat eindproduct, die fiets, maar ten dele weergeeft. De vrouw zelf heeft rechts onderaan naast zich aanbeeld en hamer. En links het stuur van de fiets en die lauriertak. Eigenlijk zien we het begin van het technische handelen en het eindproduct. Wij moeten zelf de dingen met elkaar combineren. En die fiets is inderdaad een soort eindproduct, resultaat van het samengaan van het technische, het handelen en het creatieve vermogen. Ik hou van Crespin en Duyck, pioniers van de Belgische affichekunst. Zij brengen hier een cerebrale voorstelling van een vrouw. En alle andere elementen zijn er rond geschikt tot een geraffineerde compositie. Hij verbindt het decoratieve met het reële. Het decoratieve volledig door de Art Nouveau beïnvloed, zowel tekst als beeldelementen, als het reële, de fietsbellen, de fiets zelf,
het tentoonstellingspaleis. Door slechts twee dominante kleuren te gebruiken, gaan we het geheel op een rustige, evenwichtige wijze kunnen waarnemen.